Kapitein John van der Bos van het dorp Pikinpoika in het district Wanica pleit ervoor dat het grondenrechtenvraagstuk snel wordt opgelost. Ze wil dat de regering de wetgeving zo snel als mogelijk in orde maakt, zodat inheemse gemeenschappen niet meer geconfronteerd raken met schending van hun grondenrechten. Ja, bij deze doe ik een oproep aan de regering om te zorgen dat de wetgeving zo snel mogelijk in orde komt. Want eigenlijk zijn ze te laat en daardoor ontstaan deze problemen. Dus laten ze dan grondrechten snel erkennen bij wet, zodat het bij wet is vastgesteld. En zodat wij dan niet meer, onze dorpen dan niet meer in gevaar komen in handen van derden. Van der Bos zegt verder dat zij in het dorp Pikinpoika vaak geconfronteerd wordt met situaties waarbij derden verandering brengen in het grondgebied en de natuur ontwrichten. Ook de illegale houtkap zou voorkomen kunnen worden middels de erkenning van de grondenrechten. Ik vraag me af, leven wij nog in een rechtsstaat? Want onze rechten worden ernstig geschaad, dagelijks ook. En als kapitein voel ik het vreselijk. Ik voel me machteloos, dus bij deze doe ik een oproep aan de overheid van laten ze snel een werk daarvan maken, zodat ze grondrechten goedkeuren. Zodat wij een menswaardige voortbestaan kan leiden hier in Suriname, want wij inheemse waren de eerste bewoners van Suriname. En het moet niet zo zijn dat we nu gepest worden, zo komt het bij mij over, of gediscrimineerd worden door derden en ook door de staat Suriname. Het kan niet. Ze dienen ons rechten te accepteren. En te kennen in besluitvorming wanneer ze wetten maken daar in de assemblee. Van der Bos zegt dat er enkele jaren geleden gronden zijn uitgegeven in het gebied. In april van dit jaar hebben ondernemers twee grote visputten waar de lokale gemeenschap gebruik van maakte, gedempt. Het dorpshoofd zegt dat ze het niet zal toestaan dat er mensen in hun rechten beknot worden.